welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een klein beetje de negatieve video's, maar dit soort video's zijn ook gewoon belangrijk. Ik ga het hebben over slechte make-up. Ik heb hier een aantal slechte make-up producten die echt gewoon super slecht zijn. Ze kunnen gewoon over het algemeen slecht zijn of gewoon niet werken voor mij, voor mijn huid of voor wat ik zoek. Dat kan allemaal verschillende redenen hebben die ik ook allemaal ga vertellen. Maar dit zijn gewoon make-up producten die gewoon niet werken voor mij. Het zijn dure make-up producten, maar ook een aantal betaalbare. Een aantal hebben jullie misschien al gezien in video's als je al mijn video's bekijkt. Maar een aantal heb ik ook geen één keer in een video gebruikt. Omdat ik ze gewoon gelijk al slecht vond en ze gewoon niet meer heb gebruikt. Dus ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Dus dit zijn allemaal make-up producten waar ik jullie voor wil behoeden om niet te gaan kopen. Om niet je geld aan te spenderen. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik start de video met te vertellen wat ik op mijn lippen heb. Want dat vraagt altijd iedereen. Ik heb deze lipcombo op van Juvia's Place. De Luxe Lip Liner in de kleur Cola. En deze lipstick in de kleur Toffee is een hele mooie bruine lipstick. Deze zijn alleen hier niet te koop, dus ja. Als je benieuwd bent wat ik heb gebruikt voor deze ooglook, deze staat op mijn Instagram en dan staat erbij wat ik heb gebruikt. Mijn gezichtsmake-up heb ik gemaakt in een video waarin ik jullie allemaal tips en tricks geef omtrent langhoudende make-up die gewoon 24 uur lang goed blijft zitten. Dus die kunnen jullie gewoon zien hier op mijn kanaal. En ik weet dat ik ook vragen ga krijgen over deze oorbellen. Deze oorbellen zijn van AliExpress. Superleuk. Ik heb ze echt net binnengekregen. Ik zal beneden een linkje zetten van deze oorbellen. Oké, we gaan nu echt beginnen met de video. Het eerste waarmee ik ga beginnen is ook gelijk het duurste. Dit is een oogschaduwpaletje die ik ook heb getest in een video. Dus als je die video hebt gezien, dan weet je het al. Dit is de Naked Ultra Violet Palette van Urban Decay. Dit paletje is echt slecht. De verpakking is echt prachtig. Ik vind de Naked verpakkingen altijd super mooi. Maar ik weet niet wat het is met hun Naked collectie. Maar oh, de kwast valt. Maar het is gewoon alsof ze er steeds meer op achteruit gaan ofzo. De kleuren zijn echt prachtig. Kijk even hoe mooi deze kleuren zijn. Je hebt matte en glanzende kleuren. Ik plaats even de video hier in beeld waarin ik hem heb gebruikt. In die video kun je ook echt zien wat voor een mes het is. Het is niet gepigmenteerd genoeg. Er komt gewoon bijna geen kleur vanaf. Als je het gaat blenden, blendt het gewoon weg. Zowel de matte als de glanzende kleuren. Dit is een 50 euro paletje jongens. Daar verwacht ik gewoon veel van. En dan verwacht ik gewoon dat hij goed gaat werken. Ik heb dit paletje gehad in PR. Ik heb er niet voor betaald, maar als ik hiervoor zou hebben betaald, dan zou ik echt ontzettend balen dat ik zoveel geld heb besteed aan zo'n crappy paletje. Het is echt ronduit crappy. Ik kan er gewoon niks beters van maken. Dus ik wil jullie echt behoeden voor de mensen die houden van dit soort kleuren en denken van, oh wauw, dit paletje spreekt me echt aan. Haal hem zeker te weten niet. Paarse kleuren zijn sowieso kleuren die niet zo makkelijk te maken zijn. Maar als je zo'n groot merk bent als Urban Decay, kun je echt wel een beetje investeren in een betere formule. En dit paletje, sis, it ain't it. Echt belachelijk slecht. Echt gewoon, ik word er gewoon bijna boos om. De kwast, by the way, die erin zit, is wel fijn. Dus ja. Dan betaal je 50 euro voor een kwast. Ik ga verder met deze bronzers van Makeup Revolution. De Glow Bronzers. Ik heb hier de kleur Medium en hier de kleur Light. Deze bronzers zijn echt super donker. Dus voor iedereen met een donkere huid is het qua kleuren echt geweldig. Deze bronzers werden ook helemaal opgehyped omdat ze dus zo donker zijn. Ik heb hem gewoon kapot gemaakt. Dit is er gewoon zo afgegaan. Oh my god. Nou oké, de kleur medium is kapot gegaan. Ze zijn ook echt super groot. Maar de kleuren zijn echt niet mooi. En het blendt ook gewoon niet goed. Ik had dus de kleur medium gehaald. Dit is de kleur medium. Was echt veel te donker voor mij. Dus toen haalde ik de kleur light. En die was ook weer niet goed voor mij. Ik weet niet. Het is iets met de ondertoon of zo. De kleuren zijn gewoon echt super raar. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ja Sarah, maak de andere maar ook kapot joh. En ze blenden ook gewoon niet goed. Dit zijn dan de twee kleurtjes. Ook als ik ze zo op mijn hand swatch, zijn ze een beetje patchy of zo. En er komt ook niet zoveel kleur vanaf. Vooral van die kleur light komt bijna geen kleur af. Weet je wat het gewoon is? Vooral met de kleur light. Light bronzers hebben altijd een beetje een soort van assige, grijzige ondertoon. Voor mensen met een lichte huid is dat ideaal. Maar de kleur is donker. De kleur is te donker voor iemand met een lichte huid. De kleur is zo donker dat hij geschikt is voor mijn huidskleur. En ik heb geen lichte huidskleur. Dus nou heb je het probleem. Oké, de kleur is dus te donker. Dus mensen met een medium huidskleur zoals mij gaan de kleur light halen. Maar het heeft een grijze ondertoon. En een grijze ondertoon is weer niet geschikt voor mijn soort huidtype. Wij moeten een warme ondertoon hebben. Dus ik kan hem niet gebruiken door de ondertoon. En iemand met een lichte huidskleur kan hem niet gebruiken omdat hij te donker is. Dus op deze manier kan niemand
de goede kleur gebruiken. Dus ik vind het echt super weird. En ik vind ze gewoon niet goed blenden. Dus dat zijn de redenen dat ik deze bronzer niet fijn vind. Het kan zijn dat misschien iemand anders ze wel fijn vindt. Ook een grote disclaimer. Wat ik niet fijn vind, kan jij misschien wel fijn vinden. En andersom ook. Maar ja, voor mij werkt het gewoon niet. Dan ga ik verder met een vrij nieuw product. En dat is deze primer van Fix & Rouge of zoiets. Deze had ik gehad in een goodie box. Volgens mij in de laatste goodie box. Ik heb hem nou een aantal keer gebruikt. Het is een matte blurring primer. En hij is niet fijn. Ik gebruik hem vooral hier bij mijn T-zone. Omdat hij dus mat is en hij de poriën moet blurren. Dus hier zo. Dus je moet het ook echt daar aanbrengen. Maar elke keer als ik deze primer aanbracht, bleef de make-up gewoon niet goed zitten. Vooral op mijn neus en zo. Heel dit gebiedje zo. Dus echt precies waar ik deze aanbracht, bleef gewoon make-up die ik vaker heb gebruikt niet goed zitten. Terwijl ze normaal wel goed bleven zitten. Dus ik vind hem gewoon echt niet fijn. Kijk, hij is een beetje zo licht rozig of zo. Hij is ook siliconenvrij. Dat is heel fijn, want heel veel mensen kunnen daar niet tegen. Maar een blurring primer heeft vaak wel siliconen. En ik weet niet of het daaraan ligt of wat het is. Maar het is gewoon niet fijn op de huid en de make-up gaat eraf. En ik heb hem echt vaker gebruikt met verschillende producten om het echt zeker te weten. En nee, hij werkt gewoon niet fijn. Dan ga ik verder met nog iets van Makeup Revolution. En dat is de Super Dewy Skin Tint. Ik heb een gehele Super Dewy lijn getest in een hele video, YouTube video. Het is echt een fijne lijn voor iedereen die houdt van een dewy glanzende look. Vooral mensen met een droge huid. Ik was ook heel blij met de make-up look. Aan het einde van de video vond ik hem ook wel gewoon fijn. Hij is ook gewoon mooi op de huid. Er is verder niks slechts aan. Hij brengt fijn aan. Hij is mooi op de huid. Alleen elke keer als ik deze gebruik, smeert mijn oogmake-up uit. De mascara, de eyeliner gaat zo hier helemaal smudgen en dan wordt het hier zwart. Ik had het ook al door in die video waarin ik de collectie had getest. Maar ik dacht gewoon, ja, dat ligt gewoon aan de mascara of whatever. Dat zal vast niet aan dit liggen. Ik maakte die connectie totaal niet. Ik vond het wel een klein beetje vreemd. Want normaal, mijn mascara's en zo lekken echt nooit. Het wordt hier nooit zwart. Dat gebeurt echt nooit. En die dag gebeurde het wel. Maar ik dacht gewoon, ja, het zal wel gewoon aan de oogmake-up liggen. Ik legde die connectie niet. Maar ik heb deze nou vaker gebruikt. En elke keer als ik deze gebruikte, op de een of andere manier gaat mijn eyeliner en mascara en zo, gaat hier helemaal smudgen. Het wordt hier gewoon helemaal zwart. En toen begon ik die link te leggen van elke keer als ik deze gebruik, lekt het helemaal. En het is dus ook echt een dewy, glanzend product. Dus ja, het kan er echt gewoon voor zorgen dat iets gaat smelten. Want het is helemaal glanzend. En dan wordt het hier misschien allemaal iets te gladjes of zo. Iets te waterig, waardoor alles hier gaat uitsmudgen. En ja, dat is gewoon niet wat ik wil. Dus ondanks dat ik deze prachtig vind liggen op de huid, heeft echt een hele mooie glanzende finish. Ideaal voor dagen als je niet te veel make-up op wilt, ga ik hem gewoon niet meer gebruiken. Omdat het gewoon niet werkt met mijn oogmake-up. Dus dat wilde ik jullie nog even laten weten. Ik heb hem by the way in de kleur 10. Dan ga ik verder met iets wat ik niet heb gebruikt op camera. En dat is de Technique Hair Tamer. Deze hebben jullie gezien in mijn laatste PR unboxing. Ik vond hem er echt geweldig uitzien. Toen ik hem zag, ik dacht echt, dit is echt top. Ik gebruik altijd een wenkbrauwgel om mijn haren zo mooi omhoog te zetten. Heb ik nou ook gedaan. Je kunt zien dat mijn haar zo omhoog staan. Dat vind ik altijd heel erg fijn. En toen ik deze zag, ik dacht echt, wauw, deze ziet er echt goed uit. Alleen de formule is gewoon niet fijn. Ik heb hem gebruikt in mijn wenkbrauwen. Hij is te waterig. Hij houdt mijn wenkbrauw niet goed vast. Vooral omdat ik mijn haren echt omhoog wil zetten, moeten ze echt goed blijven zitten. Mijn wenkbrauwen werden ook niet hard. Mijn wenkbrauwen zijn nou ook hard. Als je een wenkbrauwgel gebruikt, moet het er gewoon echt voor zorgen dat je wenkbrauwen goed blijven zitten. En normaliter worden ze dan ook een klein beetje hard. Deze maakte ze niet hard. Het bleef gewoon helemaal zo waterig, helemaal zo zacht. Ze deed helemaal niks. En ja, waarvoor gebruik je een wenkbrauwgel als het je wenkbrauwharen niet goed vasthoudt? Dus deze van Technique raad ik niet aan. Hij is niet fijn. Ik ga jullie wel even vertellen welke ik wel aanraad. Ik heb een dure en een goedkope. Dit is de Benefit 24 Hour Brow Setter. Deze heb ik vandaag gebruikt. Deze is echt super fijn. Echt je geld waard. Zorgt er echt voor dat je haren zo mooi omhoog blijven, zoals je vandaag ziet. En voor de meer betaalbare categorie heb ik de NYX Control Freak Brow Gel. Deze is mij aangeraden door een van jullie. En ik ben er echt heel blij mee. Hij is wel heel erg groot. Dus als je dat niet fijn vindt, kun je beter die van Benefit halen. Maar deze is ook echt heel erg fijn voor de wenkbrauwen. Dus deze twee wissel ik altijd af. Dan ga ik verder met de nieuwe Max & More Blush. Max & More is het make-up merk van de Action. Voor de mensen die onder een steen leven en het helemaal hebben gemist, Max & More, de make-up van de Action, heeft een compleet nieuwe collectie. Ze hebben heel hun oude collectie eruit gehaald en helemaal een nieuwe collectie gezet. Ook daar heb ik een video over gemaakt. Ik heb echt overal video's over gemaakt. Deze blush had ik niet getest in die video. Deze had ik later gehad in PR. Dus deze heb ik gewoon off camera getest. Ik vind hem niet fijn. Dit is de kleur 162 Pink Coral. Het is echt een prachtige kleur, maar hij is
veel te gepigmenteerd. Ook al pak je maar een heel klein beetje, wordt gelijk heel je wang roze. Als er iets is wat niet heel erg gepigmenteerd mag zijn, is het een blush. Want niemand wil van die roze clownwangen. En het blendt niet goed uit. Dus er kwam veel te veel op mijn wang. En dan probeerde ik het goed uit te blenden om het een beetje minder te maken. En dat het niet meer zo opviel. Maar het blendde totaal niet uit. Het was super lekkerig. Kwam hier gewoon helemaal zo een lijn. En ik dacht echt, wat is dit? Deze blush, ik vind hem niet fijn. En ook al pak je maar een heel klein beetje, want dat had ik ook gedaan. Denk ik, oké, er zijn vaker blushes die te gepigmenteerd zijn. Pak dan gewoon een heel klein beetje en dan gewoon goed blenden. En dan wordt het alsnog mooi. Dat kan met deze ook niet. Omdat hij gewoon niet goed genoeg blendt. Dus deze blush, ondanks de super, super lage prijs. En ondanks dat een heleboel make-up producten van hun collectie wel fijn zijn. Is deze blush gewoon niet fijn. It ain't it. Ik ga verder met de Make-up Revolution Eye Glisten Liquid Oogschaduw. Dit zijn van die sets. Dit hebben ze echt nagemaakt van Huda Beauty. Die heeft ook van dit soort liquid oogschaduwen. Ze hebben hem ook in heel veel kleuren. Aan één kant heb je een matte kleur. Ik heb by the way de kleur, staat de kleur erop? Dreamland. Ze hebben heel veel kleuren. Aan één kant heb je een beetje een metallic-achtige kleurtje. Echt een super mooie bronzen kleur by the way. En dan aan de andere kant heb je de glitterkant. Deze heb ik echt vaker gebruikt. Ik vind de glitterkant heel erg mooi. Dit zijn dan de twee kleurtjes. I love it. Ik vind zoiets heel erg fijn als ik me gewoon snel wil opmaken. Als ik gewoon even een snel ooglookje wil, breng ik gewoon dit zo aan, blend ik het een beetje en dan is het gewoon mooi. Dacht ik. Maar deze werken gewoon niet erg fijn. De metallic kant blendt niet goed uit. Dus deze gebruikte ik alleen maar als ik een cut crease maak. Een cut crease, dan is alles gewoon zo mooi recht en dan kon ik het gewoon zo inkleuren. En dan was het ook prima. Dan hoef ik het ook niet uit te blenden. De glitterkant is ook niet fijn, want als je die aanbrengt, als je vaker over één plekje gaat, haalt het alles er helemaal van af. En dan is er gewoon zo lege kale plek op je oog. En het blijft niet goed zitten. Het gaat een beetje alle kanten op en het verdwijnt. Dus allebei deze kanten vond ik niet zo fijn. Ik heb er nog wel vaak mee gewerkt. Puur omdat ik gewoon vooral deze kant heel mooi vond. En met een cut crease kon ik er wel een beetje mee wegkomen. Deze kant blijft by the way wel heel erg goed zitten. Hij plakt goed aan je ooglid en blijft gewoon de hele dag goed zitten. Alleen je kunt hem gewoon niet blenden. Dus als je hem gaat gebruiken voor een smoky look zoals ik bijvoorbeeld vandaag heb, gaat hij gewoon niet werken. En de andere kant, ja, die is helemaal een mes. Dus daarom vind ik deze gewoon niet erg fijn. Ook gaat hij niet zo lang mee. Na een aantal keer gebruik wordt hij al een beetje zo raar, zo droogachtig en zo korrelig. En dat is gewoon niet fijn en dat moet ook niet zo snel gebeuren. Dat gebeurt vaker met dit soort producten, maar normaal is dat echt pas na een hele lange tijd. En hierbij gebeurt het al best wel snel. Dus om deze redenen vind ik deze niet zo fijn. En dan heb ik hier de Elf Putty Eye Primer. Deze heb ik één keer gebruikt in een video, maar dat was gewoon in een random video. Daarin heb ik hem niet per se getest of zo, maar ik vind hem niet zo fijn. Hij lijkt heel erg op de MAXSOFT Ochre Paint Pad. Dat is dus deze. Deze gebruik ik heel vaak om mijn ooglid te primen. Als je mijn video's vaker hebt gezien, heb je deze heel vaak gezien. Hij is ook echt al bijna op. Kijk, dit is echt een dupe. Tenminste, ze hebben geprobeerd een dupe ervan te maken. Hij lijkt er heel erg veel op. Dus ik was compleet intrigued, omdat ik zo happy ben met de MAXSOFT Ochre. Alleen deze is een beetje duur. Dacht ik, oh mijn god, als we een meer betaalbare optie hebben, is dat echt veel beter. Maar hij werkt echt absoluut niet zo goed als die van MAC. Ten eerste heeft hij niet de pigmentatie die MAC heeft. Als je die van MAC aanbrengt, wordt het helemaal zo'n mooie smooth nude oppervlakte. Vooral voor de mensen die heel veel oogaderen hebben, of hoe het ook heet. Allemaal van die rode aderen en dingetjes. Als je die van MAC aanbrengt, is dat gewoon helemaal verdwenen, helemaal bedekt. En is het gewoon helemaal zo'n perfecte één kleur oppervlakte voor je oogschaduw. Deze is niet genoeg gepigmenteerd. Er komt bijna geen pigment vanaf. Ook is hij niet zo creamy als die van MAC. Als je deze aanbrengt, hij brengt een beetje droog aan of zo. Het is een beetje een te droge formule, waardoor die ook niet zo goed blendt op je oog. En om dit te gaan gebruiken als een oogschaduwbasis, dus er moet nog oogschaduw op en zo, en hij voelt al zo droog aan, dan gaat dus de oogschaduw ook niet goed aanbrengen, want dan is alles veel te droog, veel te stroef, en dan brengt je oogschaduw ook zo aan. Die brengt dan ook zo stroefjes aan en zo. Dus hij blendt helemaal niet goed mee. Die van MAC is echt gewoon de prijs waard. Deze is super creamy, super gepigmenteerd, en als je de oogschaduw erop aanbrengt, is hij ook echt zo super zacht, perfect basis. Deze van Elf doet dat gewoon niet. Dus ja, deze vind ik gewoon niet fijn. Ook niet voor de prijs. Dus het is niet dat ik hem vergelijk en hem daarom niet fijn vind. Al bestond deze niet, dan vond ik deze alsnog niet fijn. Dus ja. Nou mensen, dit waren dus alle make-up producten die ik dus niet aanraad. Al deze producten werkten echt totaal niet voor mij. Ik heb ook geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen bij elk product waarom het niet werkt. En ja, deze producten gaan echt gewoon weg. Deze ga ik niet meer gebruiken. Gaan jullie ook niet meer zien. Ik vind ze gewoon niet fijn. Helaas.
make-up is altijd hit or miss. Af en toe vind je producten fijn, af en toe niet. En vooral als je zoveel make-up test als mij, zitten er gewoon altijd helaas producten bij die gewoon niet werken. Dus ik wil jullie echt je geld laten besparen door deze producten aan jullie te laten zien. Het kan zijn dat jij een of meerdere producten die ik heb laten zien wel fijn vindt. Dat kan prima. Blijf het dan gewoon vooral gebruiken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!